Zo kan je puistjes voorkomen. Niemand heeft graag last van die vervelende puistjes. Ze halen niet enkel je zelfvertrouwen over je uiterlijk omlaag, maar het is eveneens de manier waarop ons lichaam te veel aan toxische stoffen afscheidt. Puistjes zijn een natuurlijke manier van de huid om een te veel aan giftige stoffen uit het lichaam te verwijderen. Dit artikel beschrijft wat de oorzaken van puistjes zijn en welke acties we kunnen ondernemen om giftige stoffen op andere manieren uit ons lichaam te verwijderen. Langs deze weg kunnen we puistjes op een natuurlijke manier aanpakken en ervoor zorgen dat de huid vrij van puistjes blijft. De zelfreinigende functie van het lichaam. Het lichaam is een organisme dat steeds op zoek is naar een natuurlijk evenwicht. Als we voldoende tijd en aandacht besteden aan het leren kennen van dit proces en de verschillende signalen die het lichaam uitzendt, dan zijn we in staat onze gezondheid in optimale conditie te houden en ziekte te voorkomen. Elke dag komen we in contact met giftige stoffen, die via verschillende kanalen worden opgestapeld op verschillende plaatsen in het lichaam. Ongezonde voedingsstoffen, verzadigde vetten, geraffineerde voedingsproducten, gefrituurde snacks, witte suiker, het opstapelen van toxines door een slecht werkend verteringsstelsel, verontreiniging, luchtverontreiniging, rook, toxische stoffen van industrie, uitlaatgassen, alcoholconsumptie, schoonheidsproducten die giftige substanties bevatten. Deze stoffen worden door verschillende organen in het lichaam verwerkt en uitgescheiden. De ingewanden, de nieren en blaas, de longen, de huid. Hoe kunnen we de huid zuiveren? Poriën zijn hele kleine openingen in je huid. Via die poriën komen afvalstoffen via het zweet en ook talg naar buiten. Overtollig talg wordt omgezet in acne, puistjes en meeeters. Op deze manier wordt voorkomen dat toxische stoffen opstapelen en omgezet worden in tumoren of kiestjes, die uiteindelijk kunnen leiden tot het ontstaan van kanker. Hoe kunnen we echter voorkomen dat afvalstoffen via de huid en puistjes uitgescheiden worden? Dit kan op twee manieren. Ervoor zorgen dat we niet in contact komen met giftige stoffen, afvalstoffen via andere wegen verwijderen. Opname van schadelijke stoffen verminderen. Probeer steeds natuurlijke, onbewerkte voedingwaren te kopen en vermijd zoveel mogelijk voor verpakte en reeds bereide voedingsproducten. Maak er een gewoonte van je maaltijden steeds zelf thuis klaar te maken. Koop biologische producten indien mogelijk. Vergeet niet fruit en groenten goed te reinigen of te schillen als je niet zeker bent over de afkomst van de vruchten en groenten. Vermijd voeding met additieven of enemers. Houd maaltijden eenvoudig en combineer niet te veel voedingsproducten in één maaltijd. Behandel onmiddellijk spijsverteringproblemen zoals maagzuur, reflux of darmgassen. Geniet van je maaltijd, kauw goed en eet traag. Vermijd het gebruik van tabak en alcohol. Probeer zo weinig mogelijk in contact te komen met toxische stoffen afkomstig van verf, lijm en vernis. Installeer een luchtverversingssysteem in huis. Kies voor natuurlijke of zelfgemaakte cosmetica, vrij van op olie gebaseerde bestanddelen of zware metalen.
Hierdoor krijg je meer puistjes. Er zijn ook een aantal voedingsmiddelen die we bij voorkeur zo weinig mogelijk consumeren of helemaal achterwege laten, omdat ze juist het ontstaan van puistjes stimuleren. Wees dus matig met producten uit het onderstaande lijstje. Melk- en zuivelproducten met een hoog vetgehalte, zoals volle room, vette kazen of roomijs, rood vlees, worst en gerookt vlees met een hoog vetgehalte, melkchocolade. Een beter alternatief is donkere chocolade met een hoog cacaogehalte, transvetten of gehydrogeneerde vetten zoals margarine, vette sauzen of roomsauzen, gefrituurde snacks. Hoe kan je best ontgiften op natuurlijke wijze? Om puistjes te voorkomen kunnen we het lichaam stimuleren om opgestapelde afvalstoffen op een alternatieve manier te verwijderen. Zorg voor een gezond spijsverteringsstelsel en voorkom constipatie en frequente diarree. Houd de lever gezond en in optimale conditie door regelmatig te reinigen met bittere thee van Maria Distel, Boldoblad, paardenbloem of artisjok. Stimuleer de uitscheidingsfunctie van de nieren door regelmatig een infusie van kliswortel of paardenstaart te drinken. Tracteer je lichaam regelmatig op een detoxbehandeling door het volgen van een reinigend dieet of sapkuur. Profiteer van onderstaande tips om je huid een optimale verzorging te bieden. Zo vermijd je dat afvalstoffen die toch via de huid geëlimineerd worden puistjes gaan vormen. Verzorg je huid eenmaal per week met een natuurlijke, zelfgemaakte peeling op basis van de volgende eenvoudige ingrediënten, die je zeker al in huis hebt: suiker, zout, honing, zuiveringszout of baking soda. Breng tweemaal per maand een klein masker aan. Klei absorbeert afvalstoffen uit het lichaam en voedt tegelijkertijd de huid met essentiële mineralen. Bevochtig je huid met natuurlijke, hydraterende producten en vermijd kunstmatige schoonheidsproducten op basis van paraffine. Heb je last van een vettige huid? Gebruik dan rijstpapier om je huid te behandelen en breng regelmatig aloe vera gel aan. Als er toch puistjes aan de oppervlakte komen, probeer ze niet uit te knijpen, maar breng een beetje essentiële tea tree olie aan om de puistjes te laten uitdrogen en ontsteking te vermijden.